CGX heeft geprobeerd te boren op een locatie waar in 1974 de zogenaamde Abari-well geboord is. En die is vroegtijdig verlaten, omdat die put niet onder controle was. Wat de officiële stukken zeggen, is dat er zware gas aangetoond is, dat is naar boven gekomen, en er zijn sporen van olie gezien. Je moet normaal wat we noemen side course nemen, je moet monsters trekken en uit die monsters kan je dan beter bepalen of er werkelijk verzadiging van de zanden is. Al deze puntjes die je ziet, dat zijn boorgaten. Er zijn in totaal 22 gaten in de offshore geboord in de afgelopen 35 jaar. En sommige hebben oliesporen aangetoond, maar er zijn geen reserves aangetoond. Dus dat is belangrijk om te weten. Nog in Guyana, nog in Suriname is er in de offshore reserve aangetoond. De enige reserves die aangetoond zijn, zijn hier in Tambarejo en Calcutta. Daar hebben we ongeveer 1 miljard barrels aan reserves, waarvan zo'n 160 miljoen onder normale omstandigheden gewonnen kan worden. We kunnen mogelijkerwijs met wat stimulatie van het reservoir meer eruit krijgen, maar dat is wat we ongeveer eruit kunnen krijgen. Het was in de berekening, als ik het goed gehoord heb, gaat men ervan uit als je reserve hebt, dan vermenigvuldig je dat met de olieprijs en dan heb je je inkomen. Dat is dus niet waar. Er is maar een gedeelte wat je kan winnen. En dat is in ons 16 tot 19%, hopelijk iets meer. Maar het is dus niet alles wat je uit de grond kan halen. Hier is het gat ongeveer geweest. U ziet waar de heer Hans Limapo net vertelde, dit is die 34 graden lijn. Guyana heeft dus de concessies tot die 34 graden lijn uitgegeven. Wij hebben nooit iets, ja, buiten in het heel vroeger, in het prille begin met Colmar, hebben we hier een stukje in het betwistgebied uitgegeven, maar daarna nooit meer. We hebben gezegd, het is betwist, wij zijn net de burgers, we gaan daar niet. Guyana heeft seismische lijnen geschoten tot hier. Het is heel grappig, die lopen bijna langs die equidistantielijn, dus volgens mij hebben ze hem eerder getrokken. En daar hebben ze een seismisch onderzoek gedaan. Maar toen die boorplatform verjaagd is, is hij naar Horseshoe gegaan, hier ergens. En daar is er een gat geboord dat was droog. CGX heeft 4 gaten onshore geboord, enige tijd geleden, ik dacht een paar jaar geleden. Die waren ook droog. Dus Guyana heeft helaas nog geen reserves aangetoond. Er is wel wat je noemt potentie en daar halen ze het uit. Daar is die hele hype allemaal om te doen. Nogmaals, CGX is beursgenoteerd. Ze moeten een prachtig verhaal vertellen om geld aan te trekken. Dat is niet abnormaal, dat is normaal dat dat gebeurt. Een van de meest absurde dingen die je ook hebt gehoord in deze hele periode is dat als Guyana als eerste begint te boren, dan krijgt hij alle olie van Surinaamse zijde ook mee. Misschien kan ik beginnen met te laten zien, al deze lijnen zijn de seismische lijnen die over de jaren geschoten zijn in het offshore gebied. Heel veel werk, heel veel geld. Men doet eerst 2D, tweedimensionaal onderzoek en als dat voldoende indicaties geeft, dan gaat men over tot in een kleiner gebied driedimensionaal onderzoek te doen. Dat is hier gebeurd in blok 30. Heeft men eerst 2D geschoten, dat zijn al die rode lijnen hier. Studie gedaan, daar gaan jaren overheen. En toen heeft men dit blok uitgekozen om driedimensionaal onderzoek te doen. In dit blok is Repsol de operator, die zijn het verst gevorderd. In al deze blokken is ook 2D gedaan. Staatsolie heeft zelf 2D onderzoek hier en hier gedaan. En hiermee zijn we de markt opgegaan om partners aan te trekken. Maar dit blok, uitvergroot hier, dat heeft dus deze leads aangetoond. Je hebt eerst wat men noemt een play. Daar zijn de geologen die gaan spelen, die gaan dromen, die gaan in die ondergrond kijken. En dan hebben ze een idee van hoe de formatie gevormd is. Daarna wordt het een lead. En dan wordt het een prospect. En pas als het een prospect is, dan gaat men hem boren. Je ziet, ze maken het alsmaar nauwer. En dan hebben ze hier West-Tapir gekozen als de locatie met de meeste potentie om olievoorkomens aan te tonen. Dus hier gaat men boren. Nou, dit is nog steeds hoog risico, maar ze hebben dat risico een beetje verkleind door dat onderzoek wat ze gedaan hebben. Nou, het gaat dus vaak om afgezonderde deposits.
Dus het is niet zo dat als je hier olie vindt, dat je daarnaast ook olie vindt. Dat hoeft niet. Tenzij het hele, hele grote deposits zijn. Wat wel kan, is als Guyana hier zou boren, vlak naast die lijn, en ze zouden olie vinden, dan is de kans heel groot, als wij daarnaast boren, in ons gebied, dat er ook olie is. Want die deposit kan best zo lopen of zo lopen. Het kan een fairway zijn, zo'n ding, of het kan zo'n deposit zijn. En dan zou je dus afspraken met elkaar moeten maken. Dan wordt er berekend hoe groot is die deposit ongeveer. Welk deel ligt in jouw gebied, welk deel ligt in mijn gebied. En op basis daarvan ga je, als er productie komt, de productie delen. Dus of we willen of niet, we zullen in de toekomst met Guyana moeten samenwerken. Omdat het wel degelijk mogelijk is dat we in hetzelfde deposit zitten te boren en mogelijkerwijs gaan exploiteren. Er zijn in de wereld regels voor, het is niets nieuws, we hoeven het wiel niet uit te vinden. Men doet het in verschillende landen al, dus dat is geen ramp, laat het zo zeggen. Er is namelijk in de media door een leider van een politieke partij gezegd dat Suriname bijkans 300 miljard misloopt door de uitspraak van het zeerechtentribunaal. Ik heb begrepen van de heer Hans Limapo, van meneer Waldeek, dat er geen exploratiewerkzaamheden zijn verricht. Ik wil dan ook weten op hoeveel waarheid de uitspraak van die voorzitter Boris. Zoals ik net al zei, je kan pas waarde aan de zaak toevoegen als je bewezen reserves hebt. Die hebben we nog niet, dus helaas, het is gebaseerd waarschijnlijk op verwachtingen. Ik hoop dat ze bewaarheid worden, dat we zowel Guyana als wij die deposit zullen aantonen. Maar vooralsnog kunnen wij geen becijferingen maken, omdat het geen bewezen reserves zijn.